Rob, wacht daar even, want ik heb leuk nieuws. Jullie hebben vorige week gestemd op optie 1, optie 2, optie 3. En na al die stemmen geteld te hebben, zijn we op optie 1 gekomen. Batterij komt vannacht om 12 uur op Spotify, iTunes, Deezer, waar je ook maar muziek op luistert. Het staat online. Ga dat checken. Doe hem vannacht om 12 uur in story, want ik ga het allemaal bekijken. Jullie worden bedankt. Nu verder met de video. Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. We zijn er weer met de One Hour Challenge met niemand minder dan Robby Hano. Hoe is het? Ja, fantastisch. Ja? Ik ben erachter gekomen, we hebben een klein probleem voor vandaag, een beetje. Ik sta best wel bekend om het feit dat ik, als ik het een keer naar mijn zin heb gehad, meteen mijn stem een beetje kwijt ben. Vrijdag had ik het al best wel naar mijn zin gehad. En toen zaterdag, toen hadden wij een show, toen dachten we daarna, laten we iets leuks gaan doen met z'n allen. Ja, dus wij vijven, Mr. DJ himself, tourmanager, zeven man sterk. Kan je vertellen, aan het eind van de avond waren we niet meer met z'n zevenen. Ja, heb je het gewoon heel naar zingen? Ja, nee, zeker. Het had wat oponthoud, ja. Het blijft toch Amsterdam. Ja. Zijn we toch niet gewend? Nee, we houden van de simpelheid, maar... Ja. We zetten één stap binnen in Amsterdam en alles is wel gewoon anders. Alles veranderd. Maar toen vervolgens werd ik zondag wakker, had ik eigenlijk al bijna geen stem meer. En nu is het maandag, dus ik ben nog een beetje herstellende. Ja. Dus misschien de allerhoogste noten die ik normaal wel haal natuurlijk. Ja. Die worden misschien vandaag wel lastig. Want nu je dit vertelt, kom ik er wel een beetje achter dat je het concept kent. Ja, ik heb wel eens gezien. Oké. Want het concept luidt als volgt. We gaan in een uur gaan we even een pokoetje maken. Trouwens, voordat ik daarover begin. We waren natuurlijk in een club geweest, de Super Club. En ken jij First Dates? Ja. Je hebt dan toch zo'n man die dan mensen naar binnen laat komen. Van, mag ik je jas aannemen? Hij werkt dus eerst bij de Super Club. Zijn hele leven. Nou, dat verzin je toch niet? Nee, dat wist ik niet. Dit is wel echt een gruwelijk weetje. En dan stond hij soms ook dan zonder shirt met een slang om zijn nek. Ja, dat is heel, heel bizar. Ik heb zaterdag maar één iemand op een gegeven moment zonder shirt gezien. Ook zonder broek trouwens, maar nou, dat wel, die werkte niet bij First Dates volgens mij. En die werkte ook niet bij officieel bij bankzitters, nee, toch? Nee, maar hij maakt wel muziek. Op zich ook best goede muziek. Oké. Nou, interessant. Hey, heb je al een beetje een idee wat je wil? Want we staan hier blanco. Ja. Zeg maar, mijn hoofd is blanco. Ja. Ik kan niet nadenken. Nee. Wat wil je? Waar heb je over zitten nadenken? Nou, kijk, het eerste wat ik dacht is, wat werkt op dit moment in Nederland? Het meest succesvolle nummer van 2023. Offline beschikbaar. Offline beschikbaar na. Bali? Die ook in 23? Nou, nee, het was toch Systeem. Oké. Nee, het was Systeem. Nee. Systeem is een underrated nummer. Nee, maar goed. Ja, daar ben ik het wel mee eens. De Engelbewaarder. Dat werkt. Ja, het is niet per se mijn muziek, maar het werkt wel. Blijf dicht bij je hart, hè? Oh ja. Blijf dicht bij je hart. Maar ik wil toch een beetje in die Hollandse scene blijven. Want kijk, ik heb jouw Blue Car zien maken. Dat is natuurlijk Engels. Ja, dat kan niet meer. Ik wil graag wel iets maken wat beter is dan Blue Car. Oké. Ik leg de lat hoog, zoals je merkt. Ja. En een beetje Hollands. Brabant, Guus Meeuwis. Brabant, Guus Meeuwis. Het schiet dan wel op mijn hoofd, want het moet natuurlijk een duet worden. Nou, ik hoor jou niet per se 1, 2 het refrein van Engelbewaarder zingen. Ja, nee. Ik hoor het gewoon niet voor me. Het is best wel een reach. Snap je? En je bent je stem kwijt. Oh ja, dat is. Maar het doet me wel denken aan een ander nummer van Lange Frans. John West. Ken je John West? ik ken John West. En dan heeft hij een refreintje en dan zit het tussendoor zo. Lekker ding. Oh. Ja, misschien moeten we zoiets doen. Dus je wil me eigenlijk alleen maar woorden laten zeggen? Nee, ik doe dat. Ik ben een Lange Frans en jij zingt dan. Oké, het klinkt geweldig. Oké, nou, heb jij je telefoon bij je? Ik heb absoluut mijn telefoon bij me. Kan jij het uur starten? Oh. Een timer? Ja, die heb ik. Gaan we beginnen? Hij start. 3, 2, 1. Oké, dit is wel spannend. Oké. We gaan naar een tempo van 115 bpm. Ik heb het idee dat het een beetje dansbaar moet zijn. Ja, dansbaar. Toch een beetje... Ja, dansbaar. Dat Gerda van 60 die Shaq rookt, zeg maar, ook een beetje zo... Ja. Zo kan doen, snap je? Die beweegt waarschijnlijk wel, denk ik, een beetje uit het ritme. Ja, dat wel. Dat denk ik dan wel, bij Gerda van 65. Ik ga meteen even alle problemen tackelen, want wat ik nu al... Ik heb natuurlijk al een paar keer deze challenge heb ik gedaan. Ja goed, ik ga door, sorry. Ben je nog dronken of zo, man? Jezus. Ja, laat mij even met rust. Je was verdomme bij. Wat dus vaak het probleem is met deze challenge, is dat het op het begin lijkt het alsof alles vliegend gaat. En dan de laatste kwartier denk je, fuck, we hebben nog weinig. Ja. Oké? Wat ik van jou wil vragen, is als ik nu geluiden inlaat en een beetje het geraamte maak, dat jij meteen denkt aan onderwerpen. Oké, onderwerpen. Ja? Ja, ik hoor je meteen onder. Ja. Maar mag ik ook een beetje genieten gewoon van jou die zo hier aan het werken is en dan dat er gewoon een beetje aan het kijken bent? Ja, het zou ook wel chill zijn als je iets doet, Rob. Oh, ik dacht dat jij alles deed. Nee. Dat wij hier alleen maar staan voor de titel. Nee, dat...
Dat klopt wel. Dat klopt zeker, dat klopt zeker. Maar je zegt net, je bent niet echt van die muziek. Ja, niet per se. Ja, wat luister je dan meer? Wanneer? Hangt van de setting. Ja, dat, geen idee. Zeg maar, kijk, ik stond vrijdag in de meest foute kroeg van Eindhoven. En daar was alleen maar dit soort muziek. Maar toen was ik zeg maar echt dusdanig dronken, dan vind ik het wel leuk. Alleen ja, dit ga ik niet in de auto opzetten, nee. Ik word hier wel vrolijk van, hoor. Snap je? Het moet een beetje blij zijn. Zo. Want zeg maar, kijk, ik kan wel zeggen wat ik ervan vind, maar dan gaat iedereen zeggen, nee, dat is niet Brabant. Je moet toch juist al die vooroordelen hebben, wat juist die... Maar je wilt toch juist je eigen volk aanspreken, Rob? Willen we hem richten op specifiek in Brabant? De rest kan me gestolen worden. Oh, ik dacht we willen heel Nederland aanspreken. Dat zou me echt een worst weten. Oh, oké. Okay. Even een baslijntje. Rob! Ik hoor het! Stop! Ik zie alleen maar die Jarno Wagner voor me. Met zijn enorme gigaplek. Komt er van een woonwagen komen? Ik denk het niet. Timothy, anders haal je dit nu eruit. Ik zat dus zondagnacht op de wc. Toen heb ik zo'n raar gesprek gehoord. Ik zat beneden te poepen bij Koen. Toen was Mattie zijn rekening aan jou laten zien. Klopt, ja. En toen dacht ik vind Mattie daar niet best in persoon voor. Ja, moet je nagaan hoe ver Mattie heen. Ja. Hij zegt tegen mij, ja Rut, jij hebt het echt, echt goed voor elkaar. Ja, en ik zeg tegen Matt, doe normaal. Het laatste gek wat ik heb uitgegeven was Philips Hue verlichting. Ja. Nou, daar vielen jullie al overheen, zeg maar. Toen zei hij, nee, maar jij hebt het echt goed voor elkaar. Toen zei ik, van nou, dit staat op mijn rekening. Toen zei hij, dat meen je niet. En die teringlijn, die ongelooflijke teringleider. Die ligt daar zo op de bank zo. Rut, kijk eens. Oké. Toen ging hij daarna nog zeggen, ja, maar dit is toch helemaal niet veel. Ja. Dit is toch helemaal niet veel. En hij zei ook nog, dit is trouwens niet mijn enige rekening. Ja, ja, ik heb er wel nog een paar. Ja, ik heb het allemaal gehoord. Walgelijke wanvertoning is dit, zeg. Je voelt de vibe? Ja, absoluut. Dit is hem wel, hè, de accordeon. Oké, we hebben nu best wel een basis liggen, Rob. En ik merk, ik begin hyped te worden nu. Ik begin echt hyped te worden. Ja. Ik begin echt hyped te worden. We zijn zelfs al hyped geweest. Ik heb dus even een nieuwe tactiek bedacht. Bruin Café. Ja, even afbeeldingen. We moeten ons hierin wagen. Ja, wij zitten daar. Aan die bar zitten we samen. Wij zitten samen. En is die bar leeg of vol? Nee, die bar staat vol met pils. En shots. Wat is je lievelingsshot? Samari. Samari vind ik een hele goede voor een bruin café. Ja? Zwarte... Oh, ik dacht dat ze dat eigenlijk niet verkochten dan meestal daar. Nee, ja, waarschijnlijk hebben ze daar alleen maar jonge jenever. Ja. Als jij zin hebt in Samari, dan regelen we Samari. Dan doen we dat. Oké. Een meter baf. Want vanavond liggen wij er al. Ja, erop, op één. Blijf maar. Een meter bad. Een meter bad. Ja, want vanavond liggen we er al. Helemaal. Nou, dat is nog wel een refrein. Of ben ik nou gestoord? Ja, maar op dit moment doen we de 15 minuten challenge. We kunnen ook eventueel, het is niet per se heel Brabant, maar ik weet dat jij er nog wel fan van, iets met vlugel of zo. Ja. Dat die zouden we ook nog kunnen gebruiken. Ja. Trouwens, misschien kunnen we dat ook, om even in de sfeer te komen, er even één doen. Je gaat niet zeggen dat jij hier in die koelkast... Gewoon vlugel, nee, ja. Dan komen we toch een beetje in de sfeer. Doe mij er nog maar eentje. Santé, jongen. Oh. Die gaan er weer heerlijk in na zo'n weekendje. Geef mij een meter baf. Want vanavond liggen we eraf. Geef mij. Een meter baf. Ik kan het wel bij Ik zal dromen dat dit voor altijd was. Oh! Wat Rob! Ik ga elke dag zo rijden, weet je wel. Ja, misschien moeten we dat gewoon opnemen. Ja, waarom toch? Niet? Ik zou wensen dat dit voor altijd was. Toch? Ja, ik vraag me vooral af waarom ik erin krijg. Oh, ja. Heerlijk. Oké, zal ik hem gewoon even inzingen? Ja, en dus daarna hetzelfde eroverheen doen? Geef mij een meter baf, want vanavond liggen wij eraf. Geef mij een meter baf. Ik zou wensen dat dit voor altijd was. Het is een beetje die geile ja, ik word ook helemaal geil van. Ja. God. Jezus, wat geil! Geef mij een meter baf. Want vanavond liggen wij eraf. Geef mij
Jezus, dit is niet normaal. Wat geld, hè? Oké, jij moet het nu erbij. Moet ik hetzelfde doen of op een andere manier? Of, Ja, misschien is het wel handig dat je hem nu even een paar keer meezingt. Geef mij een meter baf, want vanavond liggen wij eraf. Geef mij een meter baf, ik zou wensen dat dit voor altijd was. Nou, Rob, echt hoor. Komt denk ik een beetje door die vleugel, hè? Ja, ik weet zeker dat het door de vleugel komt. Hoe meer, hoe beter ik altijd word. En nu doen we die meter baf, dat je die herhaalt. Geef mij een meter baf. Een meter baf. Want vanavond... Zou je zeggen dat in Brabant? Dat weet ik veel. Zojuist wel besloten. Oké. Geef mij. Een meter baf. Een meter baf. Want vanavond liggen wij er al. Helemaal. Geef mij. We gaan door. Vanavond liggen wij er al. Helemaal. Geef mij. Een meter baf. Een meter baf. Ik zou wensen dat dit voor altijd was. Ja, dit is geweldig. Dit is geweldig. Kijk, je hebt zoveel mooie dingen gemaakt, maar dit staat echt wel in je top 1, denk ik. Dit staat zeker in de top 1. Maar we beginnen met zo'n gesprekje, toch? Ja. Hey, vriend! Hey, nee, dat is Amsterdam! Hey, maat! En misschien is het leuk dat ik aan de bar zit en dat ik het even allemaal niet zie zitten. En dat jij opeens zegt van, verdomme man! Hey, laten we de zorgen vergeten. Ja, vanavond gaan we ervoor. Het is onze dag, onze avond. Ik heb een medicijn. Je hebt een medicijn. En dan ik heb een medicijn. Je hebt een medicijn en geef mij een meter baf. Rut, wat is er aan de hand, jongen? Ja, ik zie het gewoon niet meer zitten. Hoe kan dat nou? Ja, ik weet het niet. Jongen, dit wordt onze avond. Ik heb een medicijntje voor je. Doe mij een metertje. Geef mij. Ja, dat is weer one take. Ja, dat denk ik ook. Tering, wat goed zeg. Ben ik de enige die best wel hyped is eigenlijk? Ik twijfel dat je net op je nodig hebt. Nee, ik ben echt best wel hyped, man. Oké, nu gaan we door. Ja, voor een verse. Het lange Frans stukje. Denk je dat in 25 minuten haalt om 2 verses te schrijven? Ja, we zullen wel moeten, toch? Ja, nee, ja. Hoe lang doe je dat normaal over? Ligt me een beetje op schema of ligt een beetje voor achter? Voor mij. Ja, jij 1 minuut of zo. 2,5 minuten. Ja, okay, nee. Dat was een geintje. A few moments later. Rob, je bent zover. Wil jij eerst of moet ik eerst? Ja, ga jij maar eerst. Ik hoop dat ik het überhaupt red als ik hem nu hardop moet doen. Okay. De week weer voorbij, te hard moeten werken, mijn kop vol ellende, ik kan niet meer denken. De kroeg is de uitweg, laten we gaan zuipen, op zoek naar iemand om tegenaan te kruipen. Ik heb 1 opmerking alleen maar. Oh. Performt het wel alsof je weer zeg maar een diss track aan het rappen bent. Ja, maar ik moet even... Ja, maar dat komt omdat ik niet meer kan dan dat. Oké. Maar daar heb ik jou voor. Ik wil jou een stukje ook horen. Meisje, je bent lekker en met helemaal mijn type. Je bent als haring, want ik kan van je genieten. Visje in het water, duik je met me in het diepe. Ik heb geen euro in mijn zak, wat heb je liever? Ja. Lekkere, vieze, gore verse. Ja. Zo moet jij hem ook wat meer performen, zeg maar. Want de tekst is helemaal... Ja. Weet je? Denk niet te veel na. De week weer voorbij, te hard moeten werken. Doe ik het weer, of niet? Ja. Maar ik ben bang dat we dat in een kwartier niet gaan uitstampen. Dus we doen het gewoon zo. Hij doet dat ook best wel. Dat klopt. Maar ik moet dan meteen denken aan je diss track. Ik denk niet dat als je een beetje geil tegen een vrouw aan het praten bent. Denk als dat bruine café. Ik ben het bruine café. De week weer voorbij, te hard moeten werken. Mijn kop vol ellende, ik kan niet meer denken. De kroeg is de uitweg, kom we gaan suipen. Op zoek naar iemand om tegenaan te kruipen. Eindelijk weer rust, ik grijp naar de fles. Eindelijk weer weekend, even geen stress. Dan komt ze binnenlopen, dit heb ik nooit gezien. Je bent de vrouw van mijn leven, een 11 uit 10. Zo! Kijk, that's how we talking, man. Yes, precies, yes. Ik ga mijn verse snel doen. Ja. Heb ik daar überhaupt ruimte voor om 2 takes te kunnen doen? Je hebt 22 seconden. Nee, je hebt nog 9 minuten, joh. Doe eens aan. Meisje, je bent lekker en met helemaal mijn type. Je bent als haring, want ik kan van je genieten. Visje in het water, duik je met me in het diepe. Ik heb geen euro in mijn zak, wat heb je liever? Mijn hele week, dat was 1 fiasco. Toen kwam jij zo heet tabasco. Zo lekker hoe je danst en lacht zo. Ik wil jou en een meter baf ook. Ik vind hem echt iets te goor eigenlijk. Nee. Hij moet weer zo goor zijn. Oké. Wil je minder goor doen? Dat ligt niet bij jou. Ik krijg er nu echt rillingen van. Ja, maar dat moet ook. Oké. Jij wil zeggen, als je naar John West en Lange Frans luistert, dat je dan eigenlijk geen rillingen krijgt. Nou, ik moet eerlijk zeggen, als een Lange Frans rapt, zuig aan mijn lange witte paling, dat ik daar geen rillingen van krijg. Nee, dan moet je het opnieuw doen. Oké, ik ga even nog wat ad-libs doen dan. Ah, oeh. Nee? Yeah. So heet.
Zo lekker. Ik vind het best wel nice. Wil jij nog even Adlibs doen? Ja, is daar ruimte voor? Hoeveel minuten is er nog? Oh, 7. 7. Oh, dat moet goed komen dan. Doe jij nog even die Adlibs? Ja. De week weer voorbij, te hard moeten werken. Mijn kop vol ellende, ik kan niet meer denken. Nee. De kroeg is de uitweg, kom we gaan suipen. Kom. Op zoek naar iemand om tegenaan te kruipen. Eindelijk weer rust, ik grijp naar de fles. Eindelijk weer weekend, even geen stress. Klok, klok. Dan komt ze binnen lopen, dit heb ik nooit gezien. Je bent de vrouw van mijn leven. Oh, dat kan niet. Ik wil hem blazen. Een meter bang. Dat kan best. Ja, nee, want je hoort zo. Ik sta meer versteld van ra. Pak dat me nou. Ik ga mijn ding wel weghalen. Ja? Ja, het irriteert me. Oh. Het irriteert me. Dan moet je hem weghalen. Ik denk dat die staat. Hey, ik ben emotioneel. Weet je waar ik al de hele tijd aan moet denken? Nou. Stel, wij zijn straks in de AFAS en we moeten daar 1,5 uur vullen. Dus we denken, hey, leuk blokje. We gaan alle 5 deze nummers doen. Dan denk ik dat de mensen niet klaar zijn voor dit. Als een soort cipher. Dus eigenlijk, het wordt 1 lange mixtape. Ja, achter elkaar. Ja. Hey, wat fantastisch, man. Ik ben zelf zo trots. Eigenlijk had ik dus het plan, want donderdag zouden we een show hebben, om daar de videoclip op te nemen. Nu is het probleem dat jij er niet bent. Nee, dat is wel. En jij bent ook een tijdje weg. Dus ik denk dat we het gewoon creatief moeten oplossen. Dat jij lekker op vakantie een Bavaria drinkt. Zouden ze dat hebben daar? Spanje staat bekend om Bavaria. Oké, nou ja. Dan maak jij even een paar selfie video's. Maak mijn editor daar een videoclip van. Wat doe jij dan? Ja, ik drink elke dag. Maak gewoon een film van mezelf. Oké. Maak gewoon een film van mezelf. En die videoclip, die zou morgen online kunnen staan. Maar dat gaat pas gebeuren als jullie op die like-knop drukken. Want bij 5000 likes staat morgen om 4 uur de clip van... Een meter above, ja? Nou, jullie hebben het gehoord. Bij 5000 likes staat hij morgen om 4 uur op YouTube. Een meter above. Robin, jij wordt bedankt. Vergeet je niet te abonneren op mij. Want Rob heeft al genoeg abonnees. Hij heeft al genoeg bereik. Abonneer op mij! We moeten naar die 100.000 binnen een jaar. Dus druk op die abonneerknop. Ik zie jullie volgende week donderdag weer. Later. Ik expose nu wel mijn lengte. Ik kan wel even een krukje weer pakken. Maakt dat het beter? Mag ik niet op zo'n ding staan, zoals op de televisie altijd.